Zo, dames en heren, naar alle grappen en gollen vanavond hebben we ook even een serieus moment. Want laten we er even bij stilstaan dat het niet veel had gescheeld of deze laatste Gebroeders Peters revue was er niet geweest. Niet alleen vanwege het corona natuurlijk, maar zeer zeker ook natuurlijk van het hartinfarct van Dree Peters. Godzijdank is het allemaal goed afgelopen en staat hij vanavond hier te stralen op de bühne zoals we ook niet anders van hem gewend zijn. Dat heeft hij wel te danken natuurlijk aan het fantastische aantal mensen die de reanimatie hebben gedaan. Waaronder zijn broer Ben niet te vergeten. Maar het ziekenhuis heeft ons verteld dat dat niet de enige reden was. Nee, hij had een engeltje op zijn schouder. Nog sterker, hij had er 3 op zijn schouders. Wij dachten, laat die 3 engeltjes vanavond nou eens uitnodigen hier in de show. En hier zijn ze voor u. Dat is gezellig hier, hè? Ja, ja. Dat moet ik zo wel zeggen. Hé, hey, maar Keup, wie bent u eigenlijk in de hemel gekomen? Dat kwam door die vrouw Lu. Door die vrouw Lu? Ja, ik ben 3 keer getrouwd geweest. 3 keer? Ja, dat eerste rende me nou van kroeg naar kroeg. Zo, dat dan, hè? Nee, dat wil al je weten hoe ik was. en dat tweede hadden een kattentik. 60 katten hadden we hier in de kooi, wat meent ze wat dat muilde? 60 katten? 60 katten. Kunnen ze toch gewoon de ramen openzetten? Doe eens kijk, want dan vliegen me de doeven weg. en dat laatste hadden een kattentik. Ach nee, een tik met u. Een kielvertik? Ja, 15 van die kielven. Och, dat wagen met die kielven. Want op een gegeven moment zei ik, ik moet vanavond wegpassen, ik op die huntjes. Zeg jij, ja. En dat is toch niet de grote kooi, want zit een dikke kilf op de kleine. Ik zeg draf. Jij zit draf. Draf. Die ging dan niet vanavond. Ik weet dich toch penieke terug. Ik denk, bel maar even de dierendokter, hè. Ik zeg, dokter, de dikke kilf zit op de kleine, die geet toch niet vanavond. Zet toch schmied en een nummer water over. En daar ben ik goed in, toch? Ja. En ik smiet toen een nummer water, ging dan niet vanavond. Zeg, doe rotte vloeien zak, traf, traf, geest ze, traf, traf. Dat ging dan niet vanavond. Ik werd hier toch paniek terug, hè. Ik bel maar weer de dierendokter. Zeg, dokter, de dikke kielf, die geeft het nog steeds niet vanavond. Zet toch trek hem eraf. En die ging trekken en trekken en die sterft, hè. En die grombe onder me. Doe eeuwige vloeien zak, traf, traf, geest ze, traf, traf. Dat ging dan niet vanavond, hè. Ik werd hier toch paniek terug, hè. Ik bel maar weer de dierendokter, hè. Zie dokter, de dikke kielf schiet er niet vanaf. En de kleine, die heeft al een tungskoet te moelen, hè. Ze heeft er proberen dus met de telefoon. Met de telefoon? Met de telefoon. Zag ik ook. Ik zeg dat baan niet nou zetten met de telefoon, dat ze me al 3 keer van die iPhone die gaaf gekregen. Heb ik toen een herdenvark gekregen, geen broer te vinden, hoor. Jong, haai op, mannen. Die ijvermig, dat was er toegeneden, hoor. Wie? Man, dat was echt toegeneden. Die moest alle knaken van mij hebben. Ik ben er dan niet verzoendelijk gestorven, hè. Heeft die alle organen verkocht. Allemaal verkocht. Chatrie geworden. Ja. Maar op een paar organen nog. Ja, nee. Ja, die heeft ze verbrand. En de as heeft ze in de zijnduipen gedaan. Ja. En nu zit ze iedere dag in een glaasje wijn, de zijnduiper op een tafel. En dan draait ze de zijnduiper op en zegt ze... Vroeger wilde ze dit lopen, nu moest ze lopen. Boom, boom. Maar goed, dan lig je in de hemelse taal spreek. Ik werk met de Petrus vloeiend Latijns. Vloeiend Latijns?
En als ze dan per ongeluk in de hel terecht was gekomen? Och, Duits kind toch iedereen. Zeg, wie hebben ze dit eigenlijk in die kist gekregen? Wie hebben ze tegen? Scheet te gaan zoomen met de gekap, man. Wie bist toen zo mager gebleven? Ja, kwam als ik op stap was geweest, kwam ik in de koeien en dan reed ik de ijskas op. Zo had er niks in, loog ik al in de kreep. Ja, toen ben ik zo dik geworden. Wie? Ja, ik kwam op stap, druk naar huis, ik keek in bed. Loog niet verzoenlijk zin, zo met de kop in de ijskas. Zeg, zit Kogel in zijn hemelse tuin geweest hier? Ja, ja, maar ik geloof dat ik... Heb je ook gezien met de werk? Nee. Nou, ik wel, Koos Albers. Die trekt van die speurkes. En die Thomas, die zei het zoot. En de zangeres zonder naam trekt die speurkes weer dicht. Het is allemaal niet makkelijk hier, om in de hemel terecht te komen. Wie niet? Nee, die gewoon eerst kijken wat ze allemaal goed hebben gedaan en wat ze fout hebben gedaan. Ja. En ik had een paar dingen niet goed gedaan. Hè. Wat was dat dan, zingen? Je zei het al zo tegen mij, ja, ze hadden de moest in de hemel, maar er moest eerst stroof uitzitten. En die stroof was, hun drie, ik moest op een wolk met drie oerlillijke vrouwen. Oh. En die wolk die vloog een week lang door de hemel. Zo te flikken te gaan. Ja. En ik ben zo'n vliegen op die wolk en met die drie lelijke vrouwen die kom ik Jos van Rij tegen op een wolk. Nee. Jos van Rij op een wolk? Ja, en daar had ik drie van die fotomodellen bij zich. Wie heeft er dat geritseld? Ik was kwaad, hun, die echt weer die oren in de nek, ja, ik ging naar Petrus toe, hè. Ik zei, Petrus Heurens, ik moet op een wolk met drie van die lelijke folie. En Jos Vrede heeft drie van die zoonvrolie. Rustig, zit er. Dan moet er ook vrolie geschroefd worden. Oh. Wat doe je? Ja, dat is dit allemaal zo schoon, wie het eigenlijk goed ziet. Want ik loop gisteren nog langs de deur van de hel. En wat zie ik daar? Ik zou het niet weten. Je wilt dat... Een vent zegt tegen zo'n grote fles beer in de hand en een zo'n mokkel op de schoot. Ik zeg tegen Peters. In de hel? In de hel. Ik zeg, wat is dit nu? Vier moeten op een terugstuk hout komen. Ik zeg, ja, daar zit er een met zo'n zo'n mokkel en nog een grote fles beer in de hand. Oh, zei Peters, het is dit allemaal goed. Wat blinkt, zegt er. Onder in die fles zit een gat en onder in de trommels is dat gat dichtgemaakt. Ik zoek nog een vriend van mij ook hier in de hemel. Ik zeg, wie kunst toen nu in de hemel? In een vriendje. Hij zei, dat zal ik vertellen. Ik was op vakantie gegaan naar Egypte. Naar Egypte? Egypte. En zei, dat ding kon straks wandelen door de woestijn. En zei, dat ik ben door het wandelen, heb je een trappig in driefstand. Tot zover zat ik al drin. Kwam zo'n caravanes langs, wat ze met van die kamelen, hè. En zo'n tulband, of je heet die weer? Ja, een zultan. Dat bedoel ik, die springt eraf, hè. En dan zit Enne. Oh, zit ik zit helemaal in een driefzang. Dat grijpt mij. Zit je hoort hem weer? Een zultan. De zultan, dat zit, dan moest ze mij kunnen blazen. Wat zei die? Dan moest ze mij kunnen blazen. Die zit weg, vuur ik de deur, dat blijft maar zitten. Dus die springt op die nikke meer en gaat verder, hè. En hij zei, ik was al zo ver en ik kwam weer zo'n kamelenbende langs en de sultan springt eraf, hè. En de kum zit, en nee, ik zit helemaal vast in de driefzand, red mij, zit er. Dan moest ze mij gaan blazen. Ja, dat doe ik niet. Ja, oké, hoi. Nee, dood. Ja, zo, nee, nog niet dood. Oh. Zit ik zo ver in de... En ik kwam weer zo'n kamelen troep langs en de kameel springt van de ding af. De sultan. Ja, maar nu zat ik meer op de sultan. Dus ze springt af en dan zit er aan. En dan zit er, help me, die blaast zich ook heen. Weg toe, viezerik. En toen waren we doodgestorven. Wat was dat? Doodgestorven. Doodgestorven, ja. Niet te geloven. Dus alles kun je binnen, hè. Weet je wie naar binnen is gekomen? Nee. Rutte. Wim werd gemaakt? In de hemel. Premier Rutte. Had nooit op de leven. Ja, maar ook net wie wegkijkt, die man, de Peters, die kijkt onder die dingen wat er goed gedaan heeft en die dingen wat er fout gedaan heeft. Hè. Dus ze zei tegen Rutte, dit heeft ze fout gedaan.
Dus Gutte Kiek de Maanzitter, daar heb ik geen actieve herinnering aan. En Peter zag zo, ja, die had ook best veel goede dingen gedaan in het land. Hè. Dus ze zitten Rutte met zijn waardzitter. Toen moest ik kiezen tussen de hel of de hemel. Ja, zegt Rutte, dat moet ik eerst onderzoeken. Hè. Dus ja, die gaat met Rutte naar de hemel, geeft van die kabbelende wurkjes een paar engeltjes. Niet veel aan de hand, hoor. Geeft hem met Rutte naar de hel, hoor. Komt er in de hel, Rutte de Kiek, och, op iedere hoek in een kerstje. Artiesten, allemaal drinken, zo'n vrouw die bij zich. Ja, zegt Rutte. Je begint te twijfelen, mogen we nog één nacht slopen de over? Ja, is goed. Dagse nog komt er, ja, zegt Rutte. Ik vind de hemel wel leuk, zit er, maar ja, ik kies toch voor de hel. Ja, ja. Dus die gaat naar de hel, die deur gaat open. Stoont die kamer uit, tot zover in de stroont. Geen orkestjes meer, niks meer te drinken. Dus Rutte zit, wat is met de hel van gisteren gebeurd? Ja, zegt Petrus, dat was voor de verkiezingen. Ja. Ja. Je twee mogen doodgestorven was. Wie is doodgestorven? Ferdinand Porsche. De ontwerper van die auto's? Ja, en dan komt hij door bij Peters aan die poort. En de oog, hè, Peter zit. Nee, Ferdinand ook hier. Ja, ja. Je zit er, je hebt eigenlijk best veel goede dingen gedaan voor de mensen. Dan mogen ze een extra wens doen. En wat is de wens? En je zit er zo eerst een discussie aan met onze leveer. Mensen, nee. Ja, ja. Met onze leveer zelf. Ja, ja. Geluk. En ja, zomerdag mocht er komen, hè. En dan zit onze leveer Ferdinand Zegdins, jongen. Wat ligt hier op het hart? Nou ja, zegt Ferdinand, ik moet even met u kallen over uw ontwerp, de vrouw. Hoe waag je met uw gedachten? Onze leveer zegt, wie bedoelt ze? Nou, jij zegt, dan hoe ze de achterkant hing los. De koplampen zijn vuil, te klein. En in een dag, 4, 6 per maand, kunnen ze er niks mee doen. Het maakt een hele hoop lawaai. Het heeft een grote boel en het kost geld om de moord weg. Dat klopt, zegt onze leveer, maar onderzoek heeft uitgewezen dat meer mannen gebruik maken van mijn ontwerp als van die ontwerp. Zeg de Ferdinand Pleiten, wat denk je van die vrouw? Pleiten? Porsche? Is dat niet dezelfde? Nee, man. Oh, dan loopt de Pleiten maar Porsche. Okay. Maar kind, wat heb je van die vrouw gehoord van 46 jaar die door plotseling in coma kwam? Nee. Ja, dat wil ze niet weten, dus dat kreeg op een gegeven moment een visioen. Oh, Feyenoord. Nee, Feyenoord, een visioen, geen legioen. Oh. Centen zijn dat. Wat? Centen, toch of niet? Nee, centen. Dat is een visioen. En een pensioen. Oh, is dat een pensioen? Ja. Dus, we zien het onze lieve heer, dan zit het tegen onze lieve heer. Heur nu, 46 jaar, moet ik nu al naar boven naar u komen? Nee, zegt onze lieve heer, dat is een fout. Toen blijf toch zeker 30 jaar en 3 maandjes op de aarde. Zo te flikken te gaan. Ja, ja? Ja, dus wat gebeurt? Het komt weer bij, hoe die komen. Het gaat direct naar zo'n wellnesshotel. Dat lukt zich die tieten liften. Nee. Die ogen, joh, dat wil ze niet weten. Dat lukt zich totaal renoveren. Hè. Het komt uit het wellnesshotel. Daar komen een Prius met een Mercedes, de let niet op. Boom. Ram naar de kloten. Hartstikke naar de kloten. Helemaal doodgestorven. Helemaal doodgestorven. Dus het komt weer in de hemel. Zegt onze leveer, ik meen dat ik nog 30 jaar en 3 maanden had. Wie komt je me genoeg halen? Maar bestuur dat, ik had de gaan net herkend. Ja, er zijn er altijd hier liggen te klagen bij de Peters. Altijd. Vorige week was er nog een advocaat. 42 jaar. Dood. Doodgestorven. Hij zegt, moet ik me met 42 jaar hier melden? 42 jaar, zegt Peters. Als je die declaratieformulieren van dicht bij elkaar, dan moet zondag het weinig zijn. Jongens, ik zal het je vertellen, je weet niet wie ik gestorven ben, hè? Nee. Ik kon het net vertellen, het is wel een heel lang verhaal, hoor. Ja, vertel. Vrijdag met die 3 uur, het zonnetje schijnt, ik denk gewoon die eiverassen, hoor. Zo ik koop zo'n grote pakket bloemen. Nee. En ik woonde er op een tegelierveld, dat was wel 2 hoog, hè. Ja. Dus ik naar boven, hè, ik trek die deur op, blik die ei, poedelnaaks op bed. Poedelnaaks? Wat zo'n gek. Ik zoog trek in zijn ogen dat er niet klopte, hè. Ik denk, hier is het gebeurd, hoor. Die ogen die gingen weer omhoog in de nek, hè. Ik denk, ik vind de vent, hè. Ik kijk in de kleiderkast.
Niks. Ik kijk onder het bed. Niks. Ik kijk in de badkamer. Niks. Ik loop terug naar het bed toe. Hè. Ik kijk die aaien. En wie die aaien? Kijk in de boeten. Hangen er van die vingers aan de vensterbank. Ik denk, daar voel ik de mij mee te kloten. Hè. En we hadden nog van die ijsjuframen. Dus ik loop naar die bank. Ik riep die ramen leeg. Pof! Op die vingers. Hè. Die loste hond. Pof! Op. Toen flikkert hij met hem leeg. Zeg. Ram met de kiebels op die tegels. Hè. Dus ik uig, maar dat beweegt nog een beetje. Ik denk, wacht, ik pak de ijskas achter mij. Smeer recht de ijskas op de gezicht. Hè. Nou, en toen heb ik een herderval gekregen en ben ik gestorven. Okay. Ja, en toen zei Peter zo, doe moest binnen. Vul dan maar de papieren in, doe moest binnen. Dus ik stond die papieren in te vullen, komt er weer een aan. Ja, zei Peters, ik ben best gestorven. Ja, zit er, ik was daar op het tegen de rivier, drie hoog, zie je op de vensterbank, de ramen te verven. Ik flikker hem leeg. Ik griep me vast aan de tweede etage. Komt die gek aan, de homie twee keer met die vensterbank op de raam. Ik flikker hem leeg. Ik overleef dat. Goed, een man van de ijskas boven in de kop. Ja, maar zegt Peter, dat is niet meer normaal. Kom er binnen, jong. Dus die gaat achter me aan staan. Er verstaan allebei de papieren in te vullen. Komt er weer een aan. En zegt Peter, wie bent toe gestorven? Ik zou het niet weten, ik zou de ijskas. Maar, mannen, je bekijkt die maar. Ik kom er nog gaan drinken door in de hemelse kroeg. Jo, hoi, hoor. Hoi, hè? Ja. De hemelse kroeg. Ja. Je moet altijd zoepen, hoor. Ik heb ze net gehoord van die twee homo's die zich een draagmoeder hadden gezocht. Wat hadden die? Een draagmoeder. Dat meent je? Ja, twee homo's. Misschien hebben die ruggetuffers. Maar er is niks mis met u. Misschien Jos en de familie hebben ook een ruggetuffer. Als ze op bezoek komen, ze de lutseren de vlegen zingen, ze trekken lappen ze in die Maar in ieder geval, die draagmoeder heeft dat allemaal goed gedaan voor die twee mannen. Dat ging allemaal fantastisch. Ja. En nog een maand of negen, daar waren de kleine geboren. En die gingen dus naar Laurent, Laurent is die genoes. Hè. En daar loegen er zo'n stukje steen op een rietje. Homo's? Nee. Baby's. Oh. En dus heeft zal ik maar zeggen, die wat het initiatief had genomen. Hoe ligt die van ons? Want ik hoor die allemaal kijken. Och, zegt hij, ik hoor die allemaal kijken. Zegt die zuster tegen hem. Die eerste negen die kijkte, maar de tiende, die hoort ze amper. Dat is die van u. Och, die tweede her, ligt er die van ons. En die is zo rustig. Oh, zegt die zuster, trek hem niet het speentje uit het kuntje. Ik zoek hier een man erin lopen met de laars aan. Laars aan? Ik zeg, wat is het? Ja, zit, dat zal ik. Ik werkte bij een boer en die had twee prachtige dochters. Zit, ik was toch scherpe tichter op. Maar de boer had gezegd van die vrouw die van mij blijft ze af. En op een gegeven moment zit er op een lijn, begint te regenen, zit er, kom ik even de laarzen pakken. Hè. Dus die loopt naar de stallen, zitten die twee vrouwen in de stallen. Zit er tegen die vrouw, de boer had gezegd dat ik een flink moet pakken. Zegt hij, één of alle twee? Ik mag eens vragen even. Dus dit duidt hij door. Boer, één of alle twee? Ja, alle twee, kluppel. En er waren er ook hier in de hemel een, zo'n blinde en een die had artrose. Had ze hem al gezien? Ja. En dan zegt hij, die met artrose zegt, zo, ik zou nog een serie door de hemel wandelen. Dan zit de blinde met z'n wassen neus. Ik zit in de nek en dan beurt toen mijn ogen. Dat is goed. Hè? Dus de blinde loopt zo met hem rond en een keer zit even in de nek, zit hij linksaf, dan zit in de bloemenwinkel. Zit. Wie, de bus blind, dan kan ze toch niet zien, nee, zit er gegrukend. Oh, dus loop weer een beetje verder, zit hij rechtsaf en zit de friet krom. Dat kan ze toch niet zien, nee, zit er, maar dat ruikig. Een beetje verder gewoon, zit op een gegeven moment, die lopen weer een paar prachtige vrouwen. Ja, zit er de kindjes er zien, nee, zit er, ik veel het wel hier in de nek. Zeg, ik heb me voordat ik dus eigenlijk doorging en in de hemel kwam, ben ik natuurlijk eerst alles gewoon voorbereiden. Notaris, hè, want vandaag moesten alles regelen, zodat ook het geld goed verdeeld werd. En ik heb me ook een keer zoet gezocht. Toen meen je? Ja, dat via zo'n, weet je, via googelen. En op een gegeven moment, ik denk, dan bel ik die firma eens, hè.
Voor twee maanden had ik gebeld. Sjuren en Lin. Ze pakten nemers op. Ik denk, toch gewoon ik heen naar Lin. Dus ik op de fiets naar Lin toe. En dan stond ik daar aan die deur. Ik klop. Ik zeg, wat is dat hier van bedrijf? Ik ben al 3 maanden proberen lucht te bereiken. Ja, maar zegt er, wie bereikt? Ja, ik zeg, per telefoon. Ja, welk nummer daar krijg je dan? Ik zeg, hier wat op je deur staat. 0900-1800. Och, zit er dus in de openingstier. Het was net zo stom als die ex van mij toe, hè. Die ex van mij? Ja, die ex van mij, die was stom. Die had het altijd over haar accent. Al die acten van de postzegel verzamelen, meneer. Ja, maar waarom moeten ze het over hebben dan? Dat dekos lekker, zeg maar. Zeg, wie is met de pistool, was er nog eens geweest? Och, dat zei me goed over de pistool. Die hadden een pistool en dat was ook zo, die scherpe tienis, hè. En had hij zo'n meisje op kuut gezet. Wat is dat nu weer op kuut gezet? Wat moeten die mensen dat weten? Dat waren in verwachting geraakt. Oh, zwanger geraakt. Dus de pistool zit, dat ga ik gegarandeerd fout zitten. Weet je wat ze Duits kan verroezen? En ik breng die elke maand breng ik die in een check. En doet dat de kleine 18 jaar is. Och, en hè? Ja, ja. En wie de kleine 18 jaar, wat geeft er de check en de... Kuster. Hoe weet je dat van hè? Dat heb je toevallig eerst al gehoord. Toen meen je. En dan geeft hij zeggen, de kusteren zit, brengt ze die centen zitten. En dan moest ze zeggen dat dit de laatste keer is. Let goed op zijn ogen. Dus de kuster die loopt naar dat adres. En die belt en het meisje komt in de deur en zegt, dit is de laatste check. En ik moet van persoon goed op die ogen letten. Nou, zegt het meisje, weet ze wat ze doet? Gang terug en dan zegt ze tegen pistool dat ik 18 jaar geleden een miskrop gehad heb. En let gewoon op zijn ogen. We gaan het even doen, hè. Zorg dat je neer in de hemel komt. Liefde geef op de heer. Je hebt me geweldig, zeg. Wat een feestje. En dat zong op beer en zong op whisky, dames en heren, in de pauze. Dus dingen daar voor fysiek nog. Beer en whisky. Ja, ze komen weer aan. Doe even allemaal de handen omhoog, we gaan een beetje zwijgen. Geweldig. Dit zou nu zo zien. Als we even een klein beetje lekens aanmaken, daarboven in de zaal. Een beetje leeg. En de cameraman pak even het publiek. Gewoon even van die handen omhoog, dan gaan we aan. Hier zijn hier nu samen gezellig bijeen. Of je haaien van feesten en dat geeft niet alleen. Kom bakken, de nermwas en schoenkel, ja niet. Wat voor leuk, ik kom weer toch nog lang niet naar bed. Oh ja, ken ik weer. Oh, geweldig. Kom, schep nog een zin. Want van beer en van whisky, die gekooi zin. Ja, dan go, ho! Hey! Beetje voortrekt sturen op de plaats. Tweede stuk. Dat was ik kon stoppen in een zo'n café. Daar is het gezellig en dat is oké. Daar kreeg ik het whisky van een flinke meid. Van boven, ja kom maar, was die even breed. En dan gooi je handen op, weet je dat? Geef me weer een whisky. Kom, schep nog een zin. Want van weer en van whisky kreeg ik gooi. Oh, dat is mooi. Zijn mijn moeder, zijn mijn man. Mijn moeder kreeg weeën, ze stond aan de dam. Maar woon ik nog hoe schoon, dat zag onze pap. Ze ging zich toen likken, lang goed op ze groeis. En onder het persie ging de whisky nog gewoon zingen. Geef ik weer een whisky. Kom, schep nog een zin. Want van weer
van whisky. Kreeg ik goeie zin. La la la. Ja la la. Ja la la. Ik hoor niks. Oké, okay, dames en heren, allemaal die handen omhoog, allemaal die handen omhoog, die handen omhoog. En schreeuwen! Damn it, beer en whisky. Om zet nog in zin, want van beer en van whisky. Kreeg ik goeie zin. Damn it, beer en whisky. Kom, schep naar geen zin, want van been verwisky, kreeg ik goeie zin. Helaas. Dames en heren, ik heb ongeveer 215 nummers gemaakt. En ik moet eerlijk zijn, dan zing ik altijd dezelfde 5, 10, 12 nummers. En op een gegeven moment vergeet ze teksten van de I-nummers. Of de Sultanet Dorst en Elvis Leven. En ik heb ooit een nummer gemaakt en dat nummer is eigenlijk vanavond heel toepasselijk. En dat heet Lachtigens. En ik moet je zeggen, ik kan best zien dat ik eigenlijk de tekst niet meer weet. Maar ja, ik kan beter de tekst niet weten. Als je stomp playback even niet altijd. Dus laat het even zien. Lachtigens. Ik nog heel goed wie nog een menke was en ik met veel vragen zo. De wereld was enorm en ook zo onbekend. Ik zoot met mijn mam op de schoot. Waarom is het nu duister en waar is de zon? Mam, komt de zon morgen terug? En de man zei je zeker, smaak je nu, kameraad. Maak je nu maar helemaal niet zo druk. En dan gewoon even allemaal die handen omhoog, dames en heren. Allemaal die handen omhoog, kie elkaar aan de golven. Lach toch eens, de zon jij te zien. Dan zingen de vogeltjes ook weer verdien. Lach toch eens, de wolken verdwijnen. Door de lach, dat stroot die gezicht. Ja, nu lach toch nog eens naar mee. Nou vallen en opstond steeds ze op eigen benen. Zoals ik voel, maar vind ze niet meer zo schoon. Als de zon verdicht, weer is ondergegaan. Dan weet ik nu wat ik moet doen. Get aaier, get wiezer, en van alles geprobeerd. Soms heb ze plezier, soms ook leid. Ik weet wat ik doen moet. Wat ik heb geleerd, ik zal lachen als het even geeft. Aan de volgende! Lach toch eens, de zon geeft verschieden. Dan zingen de vogeltjes ook weer verdiend. Lach toch eens, de wolken verdwijnen. Door de lach, dat stroot in gezicht. Ja, nu lach toch nog eens naar mij. Het maakt ik niet zoet, of het kost het nog veel beter zin. De mopsiers en skeren verdienen eigen dier. Iedereen kriegt water verdien. Yeah. Lach toch eens, de zon jij de schiede. Dan zingen de vogeltjes ook weer verdien. De lach, dat stroot in gezicht. Ja, nu lach toch nog eens naar mee. Ja, nog één keer, hè. Lach toch eens, de zon jij weer zien. Dan zingen de vogeltjes ook weer verdien. Lach toch eens, de wolken verdwijnen. Door de lach, dat stroot in gezicht. Ja,
van uw lach toch nog eens naar mij. Ja, nu lach toch nog eens naar mij. Ja. Dat is hier een van de allereerste nummers van mij. Dat was Schat van mij, de witse ik. Hai van ik. Pak ik even onder de arm, dames en heren. Zinken we lekker met. Kom gewoon even gezellig bij je te gewoon gaan. Laatst kunnen we het niet hebben, jong. Schat van mij, de wits ik hai van dik. Ik hai van dik alleen. En samen dat is zo fijn. En nog een keer schat van mij. Alles goed. De wits ik hai van dik. Ik haai van dicht alleen, en samen des fijn. Als vier samen wekken, eens lekker op stap kom, dan dansen we weer met iedereen. Al willen we weer dansen, met iedereen dansen. Van vier met één. Nou, zullen we zingen? Schat van ik, doe het. Ik haai van dicht alleen, en samen het is zo fijn. Schat van dicht, lekker toch, hè? De wets, ik haai van dicht. Wat kun je zingen? Ik haai van dicht alleen. Je wou gewoon de kind zit. En samen het is fijn. Durst en eerste, kom je bij dicht, joh. Als het hoes op de kop steden dek niet zo goed geet dan. Al hebben een vuurdeur. Je vuurdeur weer. Oké, Claudia, kom, dit zing hij door hier. Schat van mij, doe wits, ik haai van dit. Ik haai van dit alleen. Weer samen, dat is zo fijn. Schat van mij, doe wits, ik haai van dit. Ik haai van dicht alleen, en samen dat is fijn. Dankjewel, Gon. Schat, de wits, ik ga heel veel van dicht. Ik blijf altijd van dicht haaien. De wits mijn snoepje, de wits mijn hertje. En daarom zing je van dicht. En nu even allemaal samen, dan gaan we voor 1, 2, 3 zingen. Schat van dicht, de wits. Geweldig. Ik haai van dik alleen. En samen het is zo fijn. En nog een keer schat van dik. Alles goed, Jos. De wets. Ik haai van dik. Ik haai van dik alleen. En samen het fijn. Dames en heren, ik haai van dik alleen. Ik haai van dik alleen. En samen dat is fijn. Dat waren ruggetuffels. Dat weet ik. Maar village people, heb je toch gehuurd dat die toch nooit nooit verder komen? Die zijn, ik heb die gehuurd, die met dat zusje niet geëren. Ja. Nou, omdat ze de laatste keer eigen plek, of met een onderwijs broodvegger plus, hè. Roep ik voor dich. Start at the bottom of the village people.
Ik was opgezakt tegen de jongen als hier. Ben ik hier. Ja, die meneer. Dames en heren, het doet ons genoegen om de volgende artiesten aan te kondigen. Hans Klok en Pamela Anderson stonden bij hun in het voorprogramma in New York. Eergisteren traden zij nog op in Moskou. Gisteravond stonden ze nog op de bühne in Portugal. En vanavond hier op de bühne in de Oranjerie. Dames en heren, hier zijn voor u uit Las Vegas de Two Losers. Ja. Meine Damen und Herren, ich bin ganz gekommen aus New York, via Moskau, hier in Ruhrmond. Und ich bin der Big Ben. Ihr habt der Scheich Hans Klug, aber ich bin Big Ben. Ich bin der Zauberer und ich habe heute Abend viele, viele Tricks mitgenommen. Ihr könnt eure Augen nicht glauben. Ihr beginnt einfach hier, ihr seht grün, gelb. Und wenn ich dann so an die Hopp, dann ist das blau und rot. So geht das, Dankeschön. Und ich kann es auch andere machen, ist schon wieder die andere Farbe. Mir macht das alles kein Flaus aus. Ich lege eben den Trick hin. Und Sie verstehen schon, dass ich das nicht ganz alleine kann. Ich habe eine Assistentin mitgebracht, ganz aus Polen. Und die ist hier. Ich sage Polen, weil ich kann meinen Neffen da sehen, da hat auch eine Frau aus Polen. Hier ist für euch niemand minder als Gretchen. Gretchen, komm raus! Gretchen. Schön, war viele Leute, ne? Viele Leute und die Leute bezahlen alle 25 Euro hier für die Gebrüder Peters. 25 Euro bezahlen die? Ja, ja. Jede? Alle. 780 Leute, 25 Euro. Ja, genau. Und wir bekommen 50 Euro. Gretchen, du musst... Schöne du musst, Zauberer bist du, eine schöne Zauberer, ne? Ja. Du okay. Musst tun, als ob du gut bist. Du musst... Nimm den ersten Trick raus. Den ersten Trick. Meine Damen und Herren, dieser Trick... Dieser Trick geht über ein kleines Bärchen. Diesen? Ja, das Bärchen hängt hier unter dem Tuch. Ja, da, ja, ruhig, ruhig. Das, das Bärchen ja. Hängt hier an die linke Seite, meine Damen und Herren. Sie sehen das Bärchen an die linke Seite hängen von euch rechts. Das Tuch, das ging hoch und einmal so, ein, zwei und Trimek. Und jetzt hängt das Bärchen an die rechte Seite, meine Damen und Herren. Ah, ich sehe Sie, ich höre Sie denken. Sie denken, da hat der Stock umgedreht. Aber Stock? Das, ja, hier, der Knüpfelchen. Oh ja, so. Aber das ist nicht so. Das ist wirklich das ist ein Trick. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ich lasse das Bärchen springen nach die rechte Seite von mir links. Und auf einmal hängt die in die, das Bärchen in der Mitte. In der Mitte? Gretchen, Tuch hoch. In der Mitte? Warte, der Knummer passt. Mein Bärchen hängt auch in der Mitte. Warte nur. Ja, ja. Hoi! Schön, hè? Schön. Dat was schön. Wie had ze dat gemaakt? Op. Oh, zo. Gretchen, nächster Trick met dat Bärchen. Diesen Tuch hebben we nog übergehalten van het laatste Mal. En bij diesem Tuch. Van volgende was dat, volgende. Een kleine Story, meine Damen und Herren. Da war een kleines Bärchen. Das Bärchen ging nachts im Wald und es lief durch den Wald und auf einmal wurde das Bärchen ganz angstig und das verlaufte sich. Das sagt Buh. Das Bärchen hat sich verlaufen und da kam ein großer Wolf und das Bärchen sprang hinter die Bäume und da war das Bärchen weg, meine Damen und Herren. Das Bärchen ist ganz weg. Dankeschön. Nächster Trick. Ja,
Ja, dat is kans te makkelijk. Maar dames en heren, eerst moet ik ook wat erzählen. We hebben hier een, wat is dat, wie heet dat? Een kleurboek. Een farbenboek. En dat farbenboek, dat is die trick. De trick, dat darf Gretje heute voor het eerste maal in zijn leven, darf die de trick jetzt voor euch. Maar daar hebben we die Leute, die Hilfe van die Leute voor. Ja, maar dan moet dat goed gucken. Ja, okay. Ik heb hier een kleurboek. En die zien, wat staat er drin? Wat staat hier in dat kleurboek? Wat staat erin? Niks. Niks. Wat ze jetzt doen moeten, is in ihren Kopf een Zeichnung voorstellen. En wenn sie dat gemacht hebben, dan macht de Magic Band die Zeichnung aus ihrem Kopf in diesem Buch. Ja. Ja. Zeichnung steht rein. Was ist? Blaue. Christian. Mach du jetzt ja. Gutes Arbeit, ne, für die 50 Euro. Na. Stopp! Und? Ja? Nee, das ist nicht gut. Das ist schwarz-weiß. Was? Schwarz-weiß. Ja, Sie müssen das auch einkleuren. Das mal eben zurück in Ihren Kopf. Nein, dann kleuere ich das eben mal ein und dann mache ich Magic Band. Ja. Okay, jetzt in den Kopf. Nehmen Sie eine Farbe, grün, weiß, gelb, machen wir alles raus. Ja, jetzt, ein, zwei. Meine Damen und Herren, das Farbebuch. Okay, Gretchen, wir machen jetzt den Trick. Meine Damen und Herren, ich muss euch ehrlich sagen, dieser Sack, der ist leer. Gar nichts drin, die sehen ganz leer. Gretchen hat ein Foto. Ein Quartzin-Artist. Habt ihr da Birne drin gedüht? Was? Habt ihr Birne drin gedüht? Nee, dann muss ich eher verscheuern, diesen. Nee, aber das muss... Den muss ich verscheuern, den muss ich verscheuern. Nee, aber dann musst du packen die Freude Foto. Nee, packen die Foto, Mann. Sie sehen, meine Damen und Herren, der sagt, er ist doch immer. Guck mal, ehrlich war er. Und noch eine Quartzartist. Okay, Gretchen, jetzt musst du das Foto zerschnittern. Ich verscheur das, ist das auch gut? Ja. Ich verscheurde das Foto. Okay, wir sehen, der Sack ist doch immer leer. Ich schmeiß ihn rein und jetzt passiert's. Meine Damen und Herren, was ist hier? Ich zauber das verschnittene Foto, dass du wieder ganz zusammenflexst. Hoch raus! Und jetzt? Sollen wir das mal auslegen? Ja, leg da mal los. Ja, liegt diese weg so? Ja, diese weg, die da drin. Ja. Eben, wir gehen euch jetzt erzählen, wie dieser Trick arbeitet, meine Damen und Herren. Normal machen wir das nicht, aber hier in Ruhrmond, wir kommen hier doch das letzte Keer. Wir haben ein Foto. Und ich muss euch sagen, das geht nur auf Schnelligkeit. Die Augen könnt ihr nicht folgen. Ihr könnt Gretchen mit den Augen nicht folgen. Gretchen ist eine Schwester von Ben Johnson. Dus we maken dit jetzt voor euch, dat ihr dat zo begrijpen kan. Oder zet was in slow motion. Thank you.
Ich habe auch noch einen Trick. Ein schöner Trick. Darf ich den machen? Wollen wir Gretchen noch einen Trick machen lassen, meine Damen und Herren? Können Sie mir eben das Licht anmachen? So, dass so in Saal so. Ja, danke schön. Der versteht kein Deutsch oben. Ich muss eben mal einen. Ein Freiwilliger. Möchten Sie mich mal eben ein Händchen helfen, ja? Kommen Sie mal mit, ne? Ich mag nichts hier. Versichtlich so hier, so auf die Stübchen. Oh. Vorsicht, und wir sind nichts versichert, ne? Kommen Sie eben mit mir mit, ne? So hier in der Mitte. So, dann gehen Sie so neben mir stehen und dann beginnen. Sie brauchen keine Angst haben. Sie brauchen nicht zu weinen. Nein. Sie fangen an, ne? Großbett gesellig hier im Himmel, ne? Oh nee, das ist so. Ich kann den Trick nicht machen, weil ich bin ein Mann. Und dann bekommt man hier Schwierigkeiten in der Ruhe. Gretchen macht den Trick mit dich. Das ist nicht schrecken, der macht nichts. Ich habe hier ein rotes Tuch und noch ein rotes Tuch, ne? Ja. Ich mache ein Knöpfchen in die zwei roten Tücher, ne? Gretchen, komm an, die Show muss go an. Wacht mal, ruhig, der Knöpfchen will nicht. Das ist ein Kutknöpfchen. Moment, ne? Ja, das dauert so viel zu lange. Da hat das ja, ich kann da nichts mehr machen, wenn das Knöpfchen nicht. Ich habe so gesagt, mach den Trick fertig vor. Wo ist der andere? Was? Der Grüne. Ja, der liegt auf dem Grund. Wo denn? Da. Oh, raff der Biber auf, ja. Und let's go. Aufpassen jetzt, hä? Ich mach nichts, ne? So eben so. Und jetzt hier mit der Grüne. Der Grüne muss auch nicht dazu, ne? Aber guck, lass die Leute auch gucken. Na, Mensch, komm hier, Mensch, Ben. Komm hier. Nimm diesen. Und ich nehme diesen. Und dann 1, 2, Juppi! Wo ist der Fotograf? Komm, mach der auch noch eine. Okay, danke schön. Komm mal, wieder. Schön aufpassen, ne? Das ist nicht normal. Hallo, komm an, Gretchen. Ja, wacht mal, hallo. Schmeiß die Frau zurück im Stuhl jetzt, komm jetzt. Das dauert alles zu viel, zu lange, die Leute hier. Ja, du bist. Okay, aber du musst ein klein bisschen zurückstehen. Damen und Herren, dieser Trick ist wirklich ungläubig. Dies ist ein Herzdame. Wat ja? Een Klaberkönig. En nog een Herzdame. Goed onthalten. Herzdame, Klaberkönig, Herzdame. Ik dreh die Karte um. Jetzt frage ik aan euch, was liegt hier? Herzdame. Was liegt hier? Ja. Und hier liegt ein? Nein, eine Herzdame. Aber das ist auch alle Schnelligkeit. Du drehst die Karte um, die ganze Karte drehst du so um, so. Und dann liegt hier der König. Und dann liegt die tschuk, tschuk, bup, bup. Und hier ist wieder eine Herzdame. Und die Herzdame, die wird ein König. Und hier ist noch eine Herzdame. Und wenn man das alles zusammen macht, so, dann hat man hier einen König. Hier ist der König, hier ist die Herzdame. Gut. Danke. Gretchen, komm, der letzte Trick, der Show muss go on. Eben die Karten zusammen. Wir haben hier vier Becherchen, meine Damen und Herren, zwei blaue und zwei rote. Und in die blaue sitzt Wasser. Aber die meisten denken hier in den Saal, es ist kein Wasser drin. Dus ich nehme eben den blauen Becher, der ist leer. Ich habe hier Wasser, ich schmeiß das Wasser so in einen Becher. Ich schmeiß hier wieder das Wasser in den Becher, dass Sie auch sehen, dass da Wasser drin sitzt. Die zwei Roten sind alle bei leer. Und hier, ich schmeiß hier was Wasser drin, so. Warte nur, scheiße, hau ab! Ich schmeiß hier was Wasser in, meine Damen und Herren. Dieses Wasser, was hier drin sitzt, kann ich wegsaubern. Meine Sünden, riechen wir weg, Wasser, schnell. Dankeschön! Hallo! Amüsiere dich noch ein kleines Hoi!
Zo, strootvegers, dat waren de mensen die al jarenlang de rode draad waren in de orde van de muus, vanaf de 80er jaren. En daar wil ik vandaag eigenlijk ook zo ongeveer het einde van de orde aankondigen. We zijn eerlijk even bezig. Voordat je zegt, moet ik toch even deze prachtige plaat, die is gemaakt door Gerard Nizet. Die zit daar achter, de collega van onze gemeenteraad. Gerard, bedankt. Een lessen die ook zo aan de sieb is. En die heeft het gemaakt en als je zo'n initiatief hebt, dan werd dat allemaal beloond. Even naar u toe. We hebben een reurige team metgemaakt, bij ons toes. Het was eerst mijn broer Henk, toen waren ik in de beurt. En zo de vorige week vrijdag zag Grutte, je kind gewoon, toen loopt Koos nog in bed. En toen dacht ik bij mijn eigen, ik zou Geer een liedje willen zingen voor u samen. Dat u aangeeft, maar dat ook mij aangeeft, want morgen is het bij jeugd. En dat wilde ik hier doen met mijn kleinzoon. Net waren het Nicole met Joanna, twee kinderen van ons. En nu met mijn kleinzoon, 16 jaar, hij zei, opa, ik ga dat met je metzingen, jong. En dat vind ik wel een geweldig idee. Want toen stond ze achter mij op het ziekenhuis samen met de ene. En je kwam op het ziekenhuis en als je er weg was, dan leed je opa achter. En dan zat op de bedrand en dan dacht er, goh, het had voorbij kunnen zijn. En dan denkt ze eigenlijk, wat heb ik nog in zo'n tijd en ben ik blij dat ik u nog kan zien opgroeien. En ik hoop nog heel veel jaren, maar dat hoop ik ook voor u. Dus we willen eigenlijk het liedje zingen van Seth Diederen. Geniet van het leven. En het kent je allemaal. En ik denk het goed over de tekst wat we nemen. Want het geeft u allemaal aan. De 18-jarige, de 20-jarige, de 30-jarige. En ik 50 was en ik leef zo in de mens lopen van 65. Met een stek en een pet op. Dat dacht ik, oh, dat is de mens aardzak. Ik ben 73, ik wil nog tennissen, ik wil nog een paar keer per week poppen. Ik wil nog van alles. Heb ze niet gehoord, hè, jong? Open dat ze de leger, hè. Goed, zo zeg ik, start de bandje. En je moet meer door, hè.
Geniet van het leven, zolang het stuk is. Maak spas en plezier, doorleef toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan hups de spiegel van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. De ene wil dit en de andere dat. Soms moest het nog kriegen of hebt het gehad. Het schrabbelen en zoeken belangrijk is geld. Maar gezond zin is meer weer op deze wereld. Allemaal geniet van het leven, zolang het de kind. Maak spas en plezier, doe leefst toch maar eens. Want straks, als het te laat is, dan hups de spieder van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Het kan toch zo schoon zijn, vergeet dat toch niet. Al heb ze die zorgen en ook die verdriet. Wat ooit mocht gebeuren, vrees nooit de nood. Want vroeg of laat, kunt er alles weer goed. Geniet van het leven, zolang het de kind. Maar spas en plezier, doe lees toch maar eens. Want straks, als het te laat is, dan hups de spieder van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Och, ik wil zijn kuurpje gebleven. Och, dan komt er weer. Ja. Ik wou maar even genieten. Ja, kan je me voorstellen, jongen. We hebben vanmorgen een interview gedaan. En toen hadden we voor 40 jaar geleden. En dan zie ik toch de kleinzoon staan. Hè. Wie had dat nog? 16. Godverdomme nog. Ja. Een lange tijd. Maar zo. Goed, we gaan beginnen. Drie, ik moet het je vertellen. Hè. Ja, jong. Wie ik vanmorgen kwam, had ik al de grote ruzie met die van mij. Alweer? Ach, zo te flikken te gaan. Ik had nog niet de goede ogen op, zeg ik zo tegen hem. Ik heb ze dat weer gehoord vannacht. Zeg, wieso? Ik hoort het onweerde. En bliksem, tjusje, bliksem, en tjleeg. Zeg, waarom heb ze mij niet wakker gemaakt? Ik zeg, wieso? Zeg ze, toen wist dat ik niet kon slapen met zo'n weer. Zeg je niet goed? Dan heb ik die ook meegemaakt, hoor. Die Olmse van mij toes, die heeft zich een zeldzame poes gekocht. Wat is dat nou, een zeldzame poes? Zo'n kaal poes. Gekocht? Ja. Ja, hij van mij heeft die al jaren. Heeft die ook een nazenlipje? Die heeft die van mij zo'n aan. Ik denk, je zit daar, liket. En die muil dan nog eens. Maar de heren, de probleem, het wil zich eigenlijk niet meer onder de vriendinnen mengen, hè. Wieso niet? Want die zeldzame poes, die kaal moet zijn, hè. Een echte poes? Ja, bij mij is toen hoe, hè. Een zeldzame poes, zo'n kaal poes, hebt u die nooit gezien? Nee. Nou ja, dan kom maar niet bij ons, want die Olmse heeft zich laten poppen. Door wen? Door de verkuiper. Oh. Dus die heeft een poes verkocht en heeft die achter op de rug, heeft die poes nog zo'n boesel hoor. Zo'n boesel. Nee. Dat is toch niet meer modern met zo'n boesel oor op die poes, of wel? Dus ik zeg tegen hem, schat, maak je nog niet zo druk, ga ik naar de apotheek. Dan houdt ik een beetje ontharingscreme. Ach, dan geef ik me gewoon nog net naar de Donderberg. En dan komt hij bij de apotheek en dan zegt hij,
Mevrouw, ja, is het onder de elm? Dan moet je zeker 10 minuten zo blijven staan. Nee, zet, hè, dat is voor de poes. Och, dan mogen 14 dagen niet fietsen. Ik kan me dat 10 nog herinneren van toen een poesje loopt, die poes. En dan nog wat dan. Ik ben blij dat we nu een kaalpoes hebben. Maar zeg je. Ja, zo. Ja. Maar de meester zegt niet dat ik ons kaalpoes op de bleetje zet, vrouw. Maar wat zag die ei van ik wie ze de vorige week zo laat aan de kooi kwam? Och, dat shot al heftig met de kop. Oh, dan ben je er goed vanaf gekomen. Ja, het stoel maar. Wezen met de pielen in de nek. Ah. Trouwens, de haren, ja. Dat ja. Vroeger bij ons op de werf werkte. Ja. Dat heb ik in de mooie 7 geleden. Heb ik dat met ze getroffen. En dan kwam die met mij lang zitten, met 3 in Loesrandzitter. Doe het terug toch altijd met de vasteloor, maar zo'n zwart pak, hè. Ja. Heb ze niet zo'n zwart pak voor mij gezet, omdat mijn papa is gestorven. Zeg maar, jong, kom met de zolder op, dat is in motor, die heb ze in al die oren. Hè. Dus die pakt zich zo'n pak, dat past hem nog lekker. Hè. Ik zeg, jong, prima, neem het, dan hoor ik het wel. Hè. Nu tref ik hem de vorige week ook nog even. Ik zeg, jong, luister, wie is het met die? Goed. Ik zeg, en wie is het met mijn zwart pak? Brengt ze mij dat naar een struk? Och, drie, dat heeft mijn papa aan wie begraven hebben. Ja, joh, drie verweren eieren. Ja, zeer goed. Laatst aan had ik me Viagra besteld via Marktplaats. En een goeie? Nou, nee, dat werd de parcel notwees. Had toch wel een voordeel, hoor. Wat dan? Ik zei, ik ben niet zo op te sloeven. En ik viel niet op bed. En toen later nog heb ik van die super Viagra's besteld. En zijn die goed, jong? Nou, waar ik het beter, alleen in de midden werd er dan niet alleen. En had ik het dan met de apotheek overzitter, keupzitter, ik heb koeienzitter, ik heb super Viagra's. En die heb ik niet gehoord, hè. Oh, dat is een goeie. Vriendig ben ik nog, dus ik dood met 5 super Viagra's. Je zit er, weet je wat, kan ze beter handcreme pakken. Ik zeg, kijk, die Olympische geeft een paar dagen tussenuit, ik heb een paar vriendinnen goed genodigd. En hè? Vandaag waren we weer bij de apotheek, hè? Ja. Zit er 4 super Viagra's? Zeg, nee, handcreme. Handcreme, zo? Ja, die vriendinnen die ik goed genoeg had, waren niet gekomen. Dat zult ze toch gewoon wel of nee, jongen? Nee. Nee? Ik had nog 250 euro liggen, ben ik naar de tomaten gegaan. Tomaten? Weet je nu nog wat tomaten zijn? Ik denk dat meer mensen weten wat tomaten zijn, als dat ik had gezegd, ik ben naar de arbeid gegaan. Want ik kom bij de mokkel en ik zeg, ik heb 250 euro zitten en wat wil je ermee? Ik zeg, er wil een flink van miljoen. En daarna wil ik zich troppen. Troppen? Zag jij dat? Wie lang zitten dat ik nu 250 euro terug heb? De berg bij mij tegenover, die woont er niet zo lang door, hè? Ja. Die zitten bij mij 3 zitten. Is dat waar met die Hollanders zitten dat die zo gierig zijn? Ach nee man, we zijn niet zo gierig, we zijn wel zuinig. Zeg, zal ik een voorbeeld nemen? Ik zeg, ik ben de vorige week van een werkkieker gegaan. En daar had de vent al liggen voor een meijer en voor 150. Dus ja. Ik denk, pak ze even 100 euro, want dat was van mij groot genoeg, hè? Ja. Zeg, dat bedoel ik nu met zuinig aandoen. Zeg, en ik heb toevallig met die zoon, met die werkkieker bedicht. In de raam gekeken, want toen heb ik altijd die gedienen op. En ik zo precies wie toen in Busselen was met die Olmse verdeeg. Dit had ze niet van 150 euro maar gekocht. En als ze gezien dat dit die Olmse verdeeg was. Ik zag deze stukje die over me. Ik zeg, doe me nog eens in de blozen. Wat zagst u? Doe me in de blozen. Tegen die oven dicht, ja, ja. En dan is op een gegeven moment, is bezig zitten aan de. Vind ze lekker? Ik zeg, wieso doe hebben ze met de moe? Snoefstoel? Ja, wat mijn stoel dan, hè?
Maar dat kun, met wie dat kun ik huren, maar heel slecht huren, maar de helft. De helft nog maar? Ja, ik ben deze week naar de dokter geweest. Ik dokter, ik huren, maar de helft zit er. Dat gewoon voor testen, hè? Ja. Ging die in een hoek van de kamer zitten en ik was in de andere hoek zitten. En dan zit er aan de roep, ik had en dan zei ze, wat is die groep, hè? Ja. Dus die roep 66. Ik zeg 22. 22 is nog niet de helft. Ja, dan hoor ik nog slechter dan die zo. Dat, met zijn mijn mam zag vroeger al van Muppen werd ze doof. Van Muppen werd ze doof. Zeg je goed weer, ik ben zo bij de dokter geweest. Want ja, ik heb echt de indruk dat ik een beetje impotent weer. Een beetje? Ja, ik doe het nog maar 4 keer per week. Fantasieboeks. Druk maar verder. Ja, weet je, zo. Ik zeg tegen de dokter, heb je het vuur? Ja, schitter. Ik geef je wel een fosforsupplement. Een fosforsupplement? Fosfor, ja, zeg ik ook, fosforsupplement. Ik zeg, dokter, dat moet stief staan, jij leeg even. Wacht, een heel klein pil komen, of niet? Ja. Maar ik heb het er niet gestoord op die fosforpreparaten. Ja. Ik had een hele slechte stoelgang. Of ik bedoel, ik was heel slecht zitten. En dan zei de dokter, ik geef die toch een geweldig middel. Om 7 uur morgens moest ik al zitten. Kup, wat kind ik nou beter overkomen als u wist dat ze om 7 uur morgens als kind bouten? Ik stond pas om 9 uur op. Geen mij te goed, zeg. Ik ben vuil te zwaar, zei de dokter. Ze heeft ook om 3 de bus te zwaar. Dus ik google, weet ze niet. Google, hè? Ja, googelen. Wat is dat? Toen moest je op internet zoeken, precies wie zwaar moest zijn. Wat? Dus ik loer, 97 kilo, 2 meter, 4. Dus ik kom met de dokter, zei de bus te zwaar. Ik zeg, lauwe, ik zeg, red me kapot, ik ben niks groter. Nu zei ze verkeerd, dus zei ze, voor mijn gewicht moet ik 2,4 meter zijn. En ik vreet me kapot, maar ik ruik in een centimeter. Dat bedoel ik. Of probeer een keer op te rijden, je kind zit, hè? Ja. Ik ben gistermiddag met die ei van mij naar het ziekenhuis geweest. Bij wem? Met die ei van mij. Wat had die dan? Die had een 2 euro muntje ingeslikt. 2 euro? Ja, 2 muntjes. Had ze 4 muntjes van 50 cent doet die zitten. Wie kent dat dan, hè? Die is aan de wissel, jongen. En toen moest hij een nacht opblijven en zei die verpleegster, breng je zo de bedpan, hè. Och, dat was helemaal niet, hè. Hoeveel dat dan, hè? Zei, ik moet de nacht hier blijven, de meisje zeker niet, dat ik nog gaan koken. Ik was hier toch bij de apotheker, zo, en pardon, de berg, hè. Ja. Favoriete zaak niet meer, moet ik zeggen. Ja, dat heb ik in de gaten. Ja, ik zeg, ik had geen condooms. Nou, zei er, en welke mot had meneer Geer? Ja, ik zeg, dat is een goede vraag. Als ze toch 4 keer per week thuis moet, je toch weten, of niet? Nou ja, dus, ik wist niet direct, nou, ik word niet dik met z'n baat. Ik zeg, ik zo, dat moet niet weten, daar zit er vrouw bij niet een keer, maar ik zit er. Hebben die bij de apotheek. En daar hebben ze zo'n pasplank. Een pasplank? Ja. Dan moest ze dus de likse, zoete lieve Gerritje likse in die plank. In die plank? Ja, en ze gaat, als ze de juiste maat hebt, dus dan geeft ze terug naar de apotheker en dan zegt ze... Ja? Dus nog een uur komt die kamer zit er en heb je de maat gevonden? Ik zeg, ik hoef geen cadeaus meer, ik zeg, verkoop ik maar zo'n pasplank. Hmm. Nee, ik doe nog geen 4 keer per week meer, verdomme, maar 2 keer per jaar. 2 keer per jaar? Nee, een keer zweet hij me kapot en dan een keer vrek ik van de zo. Wie kent dat dan? Hè? En een keer over het met kerstmis. En als het jurig is, ik het ook met de roe kan naar boven. Geef me goed, als ik het wil. Ja.
met die Olmse van mij. Ja. Dan ga ik naar de bloemenzaak. Ja. Dan koop ik in de bushel bloemen. En dan ga ik naar huis toe. En dan zoet heb ik al in de deur staan. En dan doet het de deur open en dan zit het tegen mij. Och, moet ik zeker ben met de benen op de rein. Ik zeg, ik heb er voor dat geen vazen. En dan hoor ik de tranen. En dat doe ik 4 keer per week. Ik ben een goede kleintje op dit moment. Wie oud is het eigenlijk? 37. Ja, jullie scherp wat ik hoor. Ik doe het niet meer hoor. Nee, geloof ik niet. Ik doe nu dansen voor senioren. Och, toen heb ik gehoord dansen. Wist, wie heet dat jong? Och, in het begin had ik het er niet op stoel. Ik was bang dat ik op een tepel trapte. Maar nu gaat het dan. Gisteren was alles gerock'n'rolled. Rock'n'roll? Rock'n'roll. En in mijn enthousiasme had ik één zomer met de rok gevuld. Hè. Oh, en hè? En dan zei Anne, wat vulde ze? Toen waren we geen ijzel in die jatten en lekker. Och. Ik doe het dus als een beetje blijft, die best geest. Kies je ook zo'n beetje cultuur. Nee, ging hè? Dus je met die Olmse ga ik naar die musea doen vooral, hè. Kom, wil je die niet trek draaien? Nee, net open is die verteld. Ja. Dus, echt verzin van alles, kut. Dat moest in zo'n... Ja, die bus te jong voor, maar dat is een middenleef die bus. Overal is even geweest. De vorige week stonden we in zo'n prachtige museum met prachtige schilderijen. En dan begin je die Olmse kwijt. Toen roept het. 3! Ja, schat. Zo, hem staan, hè. Kijk eens hier met een lelijk schilderie. Zeg, kom weg, dus even die spiegel. Nee, doe ook eens even googelen, hè. Ja. Dat doe ik ook googelen. Wat maar ik google dan een vrouwtje en ik had een vreukje van je oordeel van mijn leeftijd, hè. En dan was ik de vorige week, had ik een aanspraak, ze met maar ze even naar de juwelier gegaan. Hè? Ik denk, dan kom ik bij de juwelier, zeg, hallo, mijn vriendinnetje wil de ringske. En die trekt de laai op, zegt er dit zijn ringsjes tussen de 400 en 1000 euro, hè. Ik uig. Zeg, het moet het meer kosten. Och, hé, wat? Trek de laai op, ringsjes tussen de 1000 en 5000 euro, hè. Ik uig. Zeg, moet het meer kosten. Trek de leidje op tussen de 5 en 10000 euro. Zeg, schatje, zoek die maar eens een ringsgoed, hè. Die zitten zo, ja, maar wie gaat je dat betalen? Ik zeg, met een cheque. Ja. Maar zei er, dat is vriendelijk. Ik zeg, dat kan ik doen, niet meer controleren. Ik zeg, weet je wat, verdomme kamerad. Dat ringsje blijft hier liggen. Maandag dan kijk ze of de cheque is gedekt. En dan belt ze mij op en dan kom ik dat ringsje halen. Ze maandag belt ze mij op, zegt er, de cheque is niet gedekt. Ik zeg, nee, maar ik heb al heel weekend gedekt. Zeg, met de goede. Trouwens, geen angst, hè? Ja. Ik moet het vertellen. Deze week heb ik een echte nachtmerrie gehad. Wie? Een nachtmerrie. Doe. Ja, dan moest ik voorstellen. Ik s'nachts in mijn droom kom ik een vee tegen. Doe. Ja. En dan zit die vee. Dan mogen ze een wens doen. En nee? Ja. En wat had ze gewenst? Ik zeg, ik had hier een piemel toen aan de grond. Paaf, allebei de benen af. Dat is geen wakker weer. Nou. En de merrie, u hebt ze neergelaten. Nee, ik was deze week nog naar die stad, jongen. Ik weet, ik woonde aan de Bredeweg. Ik kon naar die stad met de bus, hè. Ja. Toen ik bij die bus al te krijgen op dat ding, moest ik 3 keer wachten. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga naar de eerste hulp. Wat moest je dan nou doen? Ja, luister nou, dat vertel ik. Ik kom met die eerste hulp en zei, en meneer, ik zeg, ik heb 3 eieren. Dat kan niet, dus ik, ja zeker, dat komt met naar de behandelkamer. En die met die kei had allemaal die raaieren klotseren zo, hè. Ik zei, ik vulde met 2. Ik ja, vind ze dat gek met die kei jatten. En er kwam toen die assistenten, die was zo, je had wel, maar je was... Nee, ze zei, ik vulde met 2. Nou, ik weet het toch zeker, er kwam de specialist. Ook een vrouw, zeker. Oh, die wacht, ik werd er direct scherpetig, hè. Ik had direct in de pieven stimmelen, hè. Dus die is er zo onder een klotse zo, hè. Nee, ze zei, ik vulde maar 2. Ik zeg, dat kan gaan, man, ik moet nu gewoon met de bus komen. Ik heb je trouwens gemist bij het feest van de baas.
Ik kwam met mijn vriendinnetje ertussen. Ja, maar doe met die vriendinnetjes. Maar dan moet ook eens even bij de baas op bezoek komen als er te feesten is. Ja. Dus toen kom ik s'morgens weg, wakker zit die Hollandse tegen mij. Waar had zo'n feest geloof ik gisteren? Ja, die in de jas vergeten weer. Oeh, sorry zat. Dan gaan we de Dalingmans halen bij die baas. Hij zei, oh, moet ik het zeggen. Dat is tenminste gewoon toch chic. Ik heb toch zelfs op een wc gezeten. Heb ik op een gouden wc zitten te boten. Gouden wc. Oh, zit het toe fantastisch. Als we weer knodders aan zijn geweest. Nee, kom laat de jas halen en dan vroegen we het hem. Via de jas gehaald. We bellen aan. Die heeft ach, die de jas vergeten. Ja, zie maar mijn vrouw. Die wilde ze even die gouden wc zien, waar ik gisteren op heb gezeten. Rup, die naar binnen. Marie, kom maar. Gisteren ben ik in de tube gezeten. Ja, joh. Maar die overstuur natuurlijk, hè. Ja, joh. Ja, voor mij was deze week ook helemaal overstuur. Waarvoor? Onze vrouw en dochter, die heeft zich in een vent gezocht. Die heeft flink en de vuur. Dat kreeg wat het hebben wil. Door nu uitje en kleier en parfum. Alles wat het hebben wil, kreeg het, hè. Komt dat die wist, we kunnen koe zitten, ik wil zeggen. Zeggen? Ik zeg, wat ik wil zeggen? Ja, ja. Ik zeg, hoeveel wil ze zeggen met zo'n vent? Dan geef ze toch niet vanaf. Nou zit het, die wil alleen maar anale seks. Anale seks? Wat is dat? Achter op de cent. Ik zeg, ja, en je zit er wie van pas gehad, had ik een sterke, dat was groot wie een dubbeltje. En nu heb ik een sterke, dat is groot wie 50 cent. Ik zat toen het toch niet al die luxe vallen van 40 cent. Morgen heb ik weer hoezeres, hè. Wieso dat dan, hè? Jolom zet ik weer een pakje besteld, die bol.com. Doe mijn zin. Johan, ik kreeg een berichtje. Komt aan tussen 9 en 18 uur. Doe ik had de hele dag even de koe, ja. Oh, nu steeds op dezelfde man wat u straks verteld hebt. Ja. Dat was Johan. Nee, vertel die niet. Doe okay. Het wollen. Waar was je geweest? Achter de wollen. Nee, Rick. Nee, achterbuurman. Nee, als je 4 keer per week erop zit, dan kan ze niet naar de wollen gewoon. Nee. Nee, dan is de zak leeg. Ja, moet je zeggen. Alle twee. Maar die waren naar de wollen geweest, hè. Ja. En dan hadden die vrouwtjes hem geroepen. Hé, hey, opa, kom eens naar binnen. Nee, ik ken het niet meer. Ik ken het niet meer. Ach, de vijfde vrouw, die kost dat niet meer aan. Kom, opa, trek die er niet van aan. Dat lukt ons wel. Och, dat wil ze niet weten. Die was nog actiever als ik. Doe mee. 5 keer. 5 keer? Die opa deed 5 keer. Dan zei die Olmse tegen hem. En een opa, wieso? Ik ken het niet meer. Ja, de poppen ga je nog maar niet betalen. Ik kwam deze week bij de seksoloog geweest, ja. Met mijn vriendinnetje. Vertel. Ik zeg, hoor eens even, kameraden, o, tussen onze seks geen niet kan het goed. Ik zeg, als er nog even verder kan, dan eens even loeren wat ik vol doen. Ja, ja. Dus via op dat bedje van hem aan hem, hè. Huh, wie Pluto, hè. Ja, wie verklaarbaar gezet. Ik kan niks ontdekken, geeft hem echt rekening, 40 euro. Oh. Twee dagen nog waar echt weer, hè. Zegt hij, is toch het fout? Wilt je nog een skiki? Ja, ja, zit hij. Dus weer door dran. Binnen door de veren van de bedje, hè. Zit er, ik kan niks ontdekken. Als het blijft, de rekening 40 euro. En hè? 2 dagen nog is niks er weer, hoor. Kunnen we het nog eens proberen? En nee. En dan zit hij, ja, ik kan niks ontdekken. Je hebt de rekening 40 euro. Zit er maar, waarom komt ze de hele tijd? Ik zeg, ja, als ik hier kom voddelen, moet ik maar 40 euro betalen. Als ik een hotel wil, betaal ik 80 euro. En van die 40 euro krijg je nog de helft terug van de verzekering. Kom, Jovi, vanmorgen dan in de badje ding en ik spoort me weer een schet onder de arm. Komt die Olmse binnen zitten, denkt ze ogen uit Oorzond gaat. Ik zeg, zat, dat doe ik dadelijk met het washandje. Veel wassen dus nu, lekker ertussendoen, maar voordat we dat doen, hoop op de derde de bier. En gaan we kijken of we nu samen een leuke finale kunnen maken. Hoe ben je, kameraden? We kunnen er weer. Ja, ik ben er, joh. Namens de heren, namens... Spreng je wat warf, hè. Kom maar op, kind, even het geluid eraan voor jullie. Wat doe je? Kom er weer, jong. Kom maar. En een beetje meer erop, joh. Dames en heren, namens Keup en namens Dree en namens mij, mogen ik je hartstikke bedanken dat je zo'n spontaan publiek was, dat je ons hebt laten genieten. En voor dat ik ook een beetje heb laten genieten. We doen het niet alleen, we doen het samen. Nog heel even naar Liverpool. You never walk. Hallo. Hey, wat moet je hangen op, dames en heren? Wat moet je hangen op, wat moeilijk is. Nogmaals, dankjewel voor deze prachtige ochtend.
We hebben veel ruzie gehad. En toch goed eindelijk is het allemaal goed gekomen. Voor de chique grievaars. Kom strak als goed toe. Rie voorzichtig en beliefde zoiets. And you walk to the stone, hold your hands apart, and don't be afraid of the dark. Ja, we proberen maar een beetje met te zingen, dames en heren. Gewoon weer. At the end of a soul. There's a golden sky and a sweet silver song of love. Nou, geen, ik kan allemaal die handje mogen met jezelf zeggen, hoor. Walk out to the rain. Walk out to the rain. So my dream. And blue. André, walk on, walk on with hope in your heart and nogmaals, dankjewel. Hartstikke bedankt. Degene kan op die handje voor de golf. Walk on, walk on with hope in your heart and ever and ever. Dankjewel. Dames en heren, laten we voor deze mensen de Groene Spelen Show.